We gaan het hebben over Marcel Boekhoorn. Aan de bar staat Jan Blet. U schreef recent een boek over hem, hè? Klopt. Denken als Marcel Boekhoorn. Ik moest het meenemen. Dus ja, hier ligt het. Welk beeld heeft u na het schrijven van dit boek van Marcel Boekhoorn? Een slimme en een hele sympathieke man. Ja, iemand die groot kan denken, maar die ook heel menselijk is. Hij groeide ooit op in een arbeidersgezin, klopt, een katholiek arbeidersgezin in Nijmegen. Ja. Is er nog iets over van die jongen? Nou, hij is gewoon gebleven, bescheiden gebleven. Het is niet iemand die kapsones heeft. Een nuchtere man is het. Hij heeft geen kapsones. Nee. We gaan even naar hem kijken. Ja, leuk. Nijmegenaar Marcel Boekhoorn is met een geschat vermogen van bijna 2 miljard euro een van de rijkste en meest succesvolle zakenmensen van ons land. Hij werd steenrijk met de verkoop van bedrijven als Bakkebart en Telfort. En vorig jaar haalde hij het nieuws met de aankoop van Nederlands trots, de HEMA. Waarschijnlijk om hetzelfde trucje, namelijk met veel winst te verkopen, nog eens te herhalen. De 59-jarige Nijmegenaar is ook de man die de reuzenpanda's naar Ouwe Hans Dierenpark haalde. Interviews geven doet hij eigenlijk nooit, maar zijn turbulente liefdesleven zorgt ervoor dat hij toch regelmatig voer is voor de roddelbladen. Na relaties met Tatjana Simic en zangeres Hint is de ondernemer nu alweer enige tijd samen met Rebecca Cabau, de zus van Jolante. Maar zijn allergrootste liefde is en blijft NEC. En supporters van de Nijmeegse club zouden dan ook niets liever willen dan dat hij daar nog meer geld in steekt. Ja, we zien hem regelmatig op de foto staan met mooie vrouwen, met de rijkere aarde. Hij komt heel graag met zijn rode Ferrari naar NEC. Klopt. Heel bescheiden gebleven, die man. Nou. Hoezo? Ja, dat zegt nog niks. Hij vindt het leuk om dingen te doen met het geld dat hij heeft. Maar dat betekent niet dat hij onbescheiden is of arrogant is. Hij heeft de breedte laten breed hangen, zoals het heet. Zijn relatie met de pers is niet geweldig, hè? Nou, die is er eigenlijk niet. Hij geeft zelden interviews. Omdat hij dat zonde van zijn tijd vindt. Ja, zal dat het zijn of heeft hij gewoon slechte ervaringen? Ik geloof dat zijn woorden wel eens verkeerd weergegeven, vindt hij. Is ook een... het is een verhaal van dat hij ooit eens voor Ouwe Hans Dierenpark een zogenaamd witte krokodil zou hebben gekocht. Die na de eerste de beste regenbui van kleur verschoot. Ja, dat is gewoon niet waar, dat verhaal. En dat soort dingen vindt hij vervelend. En dus als hij dan de HEMA overneemt, dan voert hij zelf het woord. Ja, en mag de pers ook geen vragen meer stellen zelfs. Ja. Heeft u hem wel kunnen spreken voor dit boek? Nee, wel mensen in zijn directe omgeving. Dus ik weet wel dat alles wat ik schrijf, dat klopt. U schreef eerder ook denken als Mark Zuckerberg, de man die we allemaal kennen van Facebook. Ja. Als we die twee met elkaar vergelijken, wat is dan het grootste verschil? Het grootste verschil is dat Mark Zuckerberg die heeft een plan, namelijk ik wil de wereld domineren. En dat voert hij dan stapje bij stapje uit. En Marcel Boekhoorn die ziet een bedrijf en denkt van hé, daar ga ik misschien geld in steken of niet. Dus die gaat van project naar project. Dus het zijn hele andere types. Totaal andere types. Ja, ja. Hij werd rijk met de aan- en verkoop van Telfort. Ja. Ik vind de naam waar hij het geld in stak van de BV, is fantastisch, hè? Zegt veel over hem, toch? Bovolar. Bovolar, dat staat voor? Boekhoorn wordt lachend rijk. Ja. Klopt. Ja. En zo is het ook wel een beetje. Nou, hij moet er ook voor werken, hoor. Bleek al heel snel dat hij een succesvol zakenman zou worden? Nee, want jarenlang is hij heel succesvol in fusies en overnamen geweest bij een accountantskantoor. Toen is hij voor zichzelf begonnen en toen is hij meteen failliet gegaan eigenlijk binnen 8 maanden. Maar daar heeft hij wel lering uitgetrokken. Hij noemt de aankoop van reuzenpanda's, die heeft hij naar Ouwe Hans gehaald. Ja. Daar heeft hij 16 jaar volgens mij voor moeten lobbyen. Klopt. Want hij zei daarover van zelfs met al het geld van de wereld kun je panda's niet kopen. Nee. Daar gaat een hele grote politieke lobby aan vooraf. Nou, geeft hij aan dat hij dat doet uit dierenliefde. Mm-hmm. Anderen zegt dat komt voort uit pronkzucht. Wat denkt u? Ik weet zeker dat het dierenliefde is. Ja? Want de pronkzucht, hij betaalt er geloof ik 1 miljoen... euro per jaar voor of zoiets. Hij leasen. Hij heeft ze niet gekocht. Hij moet ze betalen. Leasen. Dus aan de Chinese overheid.
Ja, dus dat kost hem zo ontzettend veel geld. Zo ijdel is niemand. Daar moet wel liefde achter zitten. Ja. U heeft al zijn successen en ook zijn mislukkingen, want die zijn er dan ook, hè, ontrafeld. Ja. Mm-hmm. Wat is de les die hij ons kan leren? Nou, de grootste les is dat je het samen doet met andere mensen. En dat je succes afhangt van andere mensen. Dus het... je moet kunnen als je wilt vermenigvuldigen, moet je kunnen delen. En delen doet hij en het liefst met bevriende zaken, mensen. Klopt, klopt. Je hebt dit boek geschreven, een opdracht van de uitgever. Mm-hmm. Eigenlijk had je een boek willen schrijven over Paul McCartney. Klopt, hè? Ja. Toch blij dat dit de boek er nou is? Ja, natuurlijk ben ik blij. Ja. Nee, het is een mooi boek geworden. Ja. En dat boek over McCartney, gaat er ooit komen? Ja, ik hoop het. Ja. Ja. Zo leuk. Als je rijp genoeg bent, hè? Ja, je was niet te jong, zei de uitgever. Dankjewel voor je komst naar het Mediacafé. Jan Blets.